Goeiedag dames en heren, we gaan het vandaag hebben over het keren door middel van drie steken. Keren door middel van drie steken is een van de bijzondere verrichtingen. Dus zorg dat je iedereen op de weg voorrang verleent. Dus zorg dat je goed kijkt om je heen en zorg dat je ook voorrang verleent voor iedere weggebruikers. Zo, nou hier is de keren door middel van drie steken zoals je ziet. Zorg dat je ergens een plaats kiest. Nou bij deze bord, je mag hier niet parkeren en je mag ook niet terug op de weg, dus je mag hier eigenlijk niet keren door midden van drie steken bij die twee borden. Nou, hier zorg dat je naast de stoep gaat staan, ongeveer op de 20 centimeter afstand van de stoeprand. Nou, voordat je gaat beginnen, zorg dat je om je heen kijkt en het beeld geeft aan dat je achter moet kijken voor linker buiten spiegel en linker over de schouder. Nou, wat ik altijd zeg, als je gaat rijden, zorg dat je overal kijkt. Nou, zorg dat je rustig gaat rijden en alles gaat insturen naar links. Tijdens het rijden zorg dat je om je heen blijft kijken. En voordat je de stoep gaat raken, nou, zoals je ziet hier in dit bord, in dit beeld. Voordat het de stoep gaat raken, zorg dat je banden terug gaat sturen, dus recht staan. En nou, daarna ga je achteruit zitten. En voordat je gaat achteruit rijden, zorg dat je om je heen kijkt. Recht naast, links naast, binnenspiegel en buitenspiegel. Dus zorg dat je overal kijkt achter jou. Zorg dat je even iets rustig rijdt en daarna alles instuurt naar rechts, dus compleet sturen. Nou, je gaat achteruit rijden, zorg dat je ook overal kijkt, zodat je voor iedereen gaat stoppen. En voordat je bij de stoep komt, voordat je de stoep gaat raken, zorg dat je terugstuurt, gewoon recht staan. Nou, je mag eigenlijk de stoep raken, maar zorg dat je de stoep gaat rustig raken. Dus hoeft niet, maar je mag de stoep raken. Nou, terugsturen en daarna zet in de eerste versnelling, zorg dat je weer om je heen gaat kijken. En daarna rustig rijden en compleet sturen. En op het moment dat je recht staat, terugsturen en kijk ook om je heen. Want je bent nog steeds bijzondere verrichting aan het doen. En je moet voor iedereen voorrang verlenen. Dus dat is een keren door midden van drie steken. Dus zorg dat je ergens een plaats kiest. Zo bij de stoep. Zorg dat je om je heen kijkt. Rechter buiten spiegel. Over de schouder, rechter buitenspiegel, binnenspiegel, voor, linker buitenspiegel, over de schouder. Rustig rijden en gelijk alles insturen naar links. Zo, voordat je de stoep raakt, zorg dat je terugstuurt. Nou, zodat je stuur recht hebt. En voordat je gaat achteruit rijden, zorg dat je overal kijkt. Rustig achteruit rijden. Alles insturen naar rechts. Dus zorg dat je ook goed om je heen blijft kijken. En voordat je ook de stoep raakt, zorg dat je wel ook terugstuurt, je stuur recht houden. Nou, eerste versnelling. Kijk goed om je heen nog een keer en zorg dat je rustig rijdt en alles instuurt naar links weer. Dan heb je de keren door middel van drie steken al gedaan.